heb het zelf ook gevoeld en nu voel ik het weer via mijn zoon weer terug. Erg naartoe geleefd en eindelijk is het zover. Ik ben Derk Somsen, geboren in Curaçao. Momenteel actief bij de KLM als gezagvoerder op de 777. Ja, ik ben in 1979 begonnen met mijn vliegopleiding. En in 81 begonnen bij de KLM, toen nog als steward. En tot binnenkort met mijn pensionering. Ik kom uit een traditioneel KLM gezin. Mijn moeder was ooit stewardess, mijn vader was vlieger bij de KLM. En op mijn 10e wist ik wat ik wilde en alles heb ik altijd in het werk gesteld om die droom te realiseren. Nou, op deze foto zie je mijn vader en mijzelf. Mijn vader als gezagvoerder, ik als co-piloot. Grappig genoeg is dit een van de weinige foto's die we hebben gemaakt toen dat we actief aan het werk waren. Volgende week maak ik mijn laatste reis met de KLM als gezagvoerder. Nou, mijn wens zou zijn dat mijn vader als marshaler in staat zou zijn om als allerlaatste keer het remmen vast symbool te kunnen geven. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van ons allebei, van een toch hele rijke periode die we hebben gehad bij de KLM. Welkom aan Airside. Dank u wel. Okay. Dan gaan we naar deze platformpjes, de Bravo-platformen. Oh, ja. En dan gaan we daar even oefenen met, het marshalen. Met de pollepeltjes. Ja. De ronde bedjes. Dank je wel. Alsjeblieft. Laat u de bordjes zien. En dan van de zijkant naar boven toe. Dat is rechtdoor voor het vliegtuig. Ja. Ik heb 35 jaar gevlogen. Ja, van 1954 tot 1989. Ik mag marshalen. Ik zal mijn best doen dat ik hem goed op de lijn laat stoppen. Ja. En dan maakt u een open hand alsof u wat uit de lucht pakt. Juist zo. En dan krijgt u dat teken terug. Een blokkenteken. En dat is hem. U bent er helemaal klaar voor. Geweldig. En dan gaan wij eens kijken of de laatste landing ook een mooie is. Ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat. Goed zo. Nou, dan gaan we. De steekant van de meter voor op langs de zon. Daar is die ook. Ja, dat is hem zijn. De laatste landing. Jouw speciale escort doen wij vandaag om jou te danken voor de jarenlange samenwerking. Zeer emotionele, prachtige ontvangst. Hartelijk dank voor de mooie woorden. Kijk eens jongens, wat mooi. Ja, emotioneel. Zo, wat heb je dat goed gedaan, zeg. Geweldig, geweldig. Wat leuk. Super, super. Ja, joh, leuk. Super, super. Toen ik mijn vader hier zag staan, dacht ik, dit is echt een kroon op mijn carrière. Ik hou misschien op met vliegen, maar het gevoel, het blauwe gevoel, dat zit in je genen, dat raak je nooit meer kwijt. Even zwaaien naar mijn kist, ja. Want het is wel de laatste keer. Ga je goed?